vrijwillige medewerkster bij het leger. En in het leger houden ze van ellenlange speeches. Ik dus niet. En ik ben dan ook al bijna klaar om met jullie, met champagne, een vrolijke, uitbundige toekomst voor Always Lady te toosten. Het taarthoedje hoort erbij. Dus ik sla je nu in met hoed. En ik sla je nog zo een keer tot Queen Selva van de chapter in deze Always a Lady. Dank je. Veel succes. Dank je. Het gaat een beetje moeilijk met mijn handen, maar ik wil hem toch zelf opspelen. Redheaders mogen zelf een afdeling oprichten als ze niet tevreden zijn met de groep waartoe ze behoren. Ze vormen dan gewoon een eigen groep zoals zij dat willen. Er is zelfs een groep in Florida die uit nudisten bestaat. Chapter Always a Lady. Een name is een name is een name. Tegenwoordig zijn er in Amerika meer dan 300.000 Red Hatters en hier meer dan 100 chapters. En nu is er weer eentje bij in deze. Ik heb heel veel plezier met je hoedanigheid als Queen Selva de La Cotora. En we hopen dat de dames uit deze en omgeving achter de geraniums vandaan komen. En zich bij jou aansluiten. Ja, dankjewel. Op de chapter Always a Lady. Yes, yes. 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 Ik heb nu het genoegen om naast de Queen te staan, Selva de La. Ja, hoe kom je aan die naam? Selva is van het woud en we zitten hier natuurlijk op de Veluwe. En Sylvia heet ik vanzelf en dat is ook van het woud. Dus dat vond ik wel dicht bij mijn eigen naam staan. En de La Cotora, ja, is vrij vertaald kletskous. En dat vind ik wel erg toepasselijk. Je bent een heerlijke kletskous. Ja, ik vind het heerlijk. Dus, ja. Ja. Hey, nou zijn we hier. Je bent vanmiddag gehuldigd als koningin van de Queen van de Red Hat Society. Ja, wat is het? Een society, wereldwijde organisatie voor vrouwen boven de 50, die een beetje niet meer gezien worden in de maatschappij. Hoe kan dat, vrouwen die niet gezien worden in de maatschappij? Als je jong bent en strak en knap, dan word je nog nagefloten door de bouwvakkers, maar op een bepaalde leeftijd dan wordt dat wat minder. En dan gaan we ons om maar even zelf profileren. En als wij zo gekleed zijn, dan gaan wij feestjes doen, we gaan naar een museum. Dan gaan jullie naar de bouwvakkers fluiten. Zo, dat is wel een idee. Ja, dat is wel een goed idee. Ja, je moet omdraaien. Geen ons niet op ideeën. Ja, en ik kwam hier in de regio niet een chapter tegen waar ik kan aansluiten, omdat ik hele dagen werk. Ja, even dus over dat chapter, ik onderbreek je even. Dat chapter, wat houdt er precies in? Dan start je een nieuwe afdeling. En als je een nieuwe afdeling start, dan ben je automatisch queen. Ja, dus, want het is nationaal, internationaal zelfs, hè? Het is in Amerika begonnen door een gedicht. Er was een dichteres en die had ook zoiets van, als je op een bepaalde leeftijd bent, dan tel je niet meer mee. Dus die heeft daar een gedicht over geschreven. En de eerste vrouw die de Red Hat Society heeft gestart, die begon daarmee dat gedicht aan haar vriendinnen te geven. En toen ze zelf 50 werd, hadden ze alle rode hoeden opgezet en hadden ze haar verrast met een high tea. En ze hadden zo'n lol dat ze dachten, dat doen we nog eens. En binnen no time was het wereldwijd. Ja, het is ook heel vrolijk. Hè? Ik heb jullie wel eens gezien op evenementen en op foto's, Facebook. Het is altijd heel vrolijk. We zijn ook op dat moment bezig. Met waar we dat moment mee bezig zijn. Alle sores laten we even thuis. En we zijn op dat moment dat aan het doen. Dus ze zijn ook altijd vrolijk en uitbundig. En als je ze ook ziet. En we krijgen daardoor ook altijd positieve reacties. Ja, mensen zien vrolijke dames. Ja, dus die reactie krijg je ook terug. Ja, en wat ondernemen jullie allemaal? Met bootreisjes. We gaan in april gaan we naar Berlijn. We zijn in Londen geweest. We gaan met de bus reizen. We gaan wel eens naar een museum. Van alles wat er iemand bedenkt, dat gaan we dan doen. Ja, en hebben jullie over 50 plus? Ik ben 48. Mag je ook meedoen? Mag je een roze hoed op en lila kleding? Roze hoed en lila kleding. Ik zie hier ook wat. Als je 50 wordt, dan word je hergeïnaugureerd. Want wij vinden wel allemaal dat we van adel zijn. Dus we hebben allemaal adellijke titels. Hertogin, grafin, noem maar op. Ik was vroeger jonkvrouw en nu ben ik queen. Nou, dus je bent aardig opgeklommen. Grote sieraden, uitdossen, boa's, noem maar op. Alles wat erbij hoort. Lekker een beetje over de top. Beetje over de top. Heerlijk. Ja, plus een hoop vrolijkheid. Dus
We gaan even een kijkje nemen bij de andere dames. Dankjewel. Ja, ik zit hier bij wat dames en dan zie ik dus met een mooie sjerp op. Wat houdt dat weer in? Nou, wij zijn de Red Circle uit Elburg. Bij de chapter uit Elburg. Ja, en waarom hebben jullie die? Of dat hoort gewoon bij de kleding? Nou, vorig jaar hebben wij de landelijke conventie georganiseerd. Er zijn iets van 320 mensen naar Elburg gekomen. Allemaal in het rood en paars, zoals zie je. Ja. En daar moesten wij ons onderscheiden. Dus toen hebben we allemaal, iedereen die lid was van ons, die heeft zo'n sjerp om gehad. Ja. Dus had u dat verwacht, 320 ongeveer? Nou, nee, niet helemaal. Wij schrokken er zelf een beetje van. Selva, we zijn nu bijna aan het eind van deze middag. Zou je nog wat tegen de dames in Wezen en omgeving willen zeggen? Nou, dames, of ladies noemen wij dat altijd. Als jullie je willen aansluiten, altijd welkom. En dat is niet alleen maar voor Wezen. Ik zit dan wel in Wezen, maar het geldt ook voor Heerden, Hattemerbroek, Hattem, Oldebroek. Sluit je aan, zou ik zeggen. Ja, en waar kunnen ze dat doen? Ik heb een site en ik heb een e-mailadres waar je kunt opgeven. redhatlady59@hotmail.nl. En er is ook een website van, hè? Van deze... Daar kom je dan ook terecht. Ja. Kom je dan ook terecht. En dan stuur ik link. Ja. Dus dames, thema voor 2015 is Just Fun. Let's make fun. Nou, ik wens je heel veel fun als queen en weet ik veel met de hele groep. En we komen jullie vast nog wel eens een keer tegen van Loco. Uiteraard, we zijn vaak op stap. We doen altijd leuke dingen, we zijn altijd onderweg. Houden zo. Fijne dag verder. Dank voor de komst. Ja.